Het gaat beginnen. De battle tegen Champion Leon. Ik ben echt heel erg benieuwd of ik dit ga redden, jongens. Yo, Nintendo-fans. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo-kanaal. Mijn naam is Rick en ik zou het super leuk vinden als jij abonneert. Gewoon omdat het kan. En dan ga ik nu vandaag Leon uitdagen om proberen Pokémon-kampioen te worden. En dat doe ik dus met dit team wat je hierboven ziet. Dat zijn alleen maar vuurtype Pokémon. Maar eerst gaan we eens even kijken of ik nog oude moves wil leren aan mijn Pokémon. Bijvoorbeeld Job, die heb ik pas heel laat gevangen. Misschien dat die wel wat andere moves kon leren. die handig kunnen zijn voor mijn battle tegen Leon. Dus even kijken. Uproar, Trick, Hex. Is Hex nice? Kan op zich wel nice zijn. Electro Ball kan ook wel nice zijn. Laten we even Hex checken dan. Laten we dat doen in plaats van Substitute. Misschien komt het nog van pas, Hex. Laten we ook nog even Thomas dubbel checken. Die kan nog Fire Spin, Inferno. Maar die raakt niet zo heel vaak, dus dat is niet zo nice. Overheat is op zich ook wel cool. Als een soort van Last Resort Attack. Ik denk dat dat op dit moment beter is dan Nightshade. Oké, jongens, let's go! We gaan Leon uitdagen! Ah, ik heb hier echt zin in. Ik heb hier echt naar uitgekeken. Je hebt in de vorige aflevering kunnen zien dat ik mijn Pokémon een klein beetje heb getraind in de Wild Area. Zodat we nu ongeveer hetzelfde level zijn als de Pokémon van Leon. Want ik weet niet of het anders had gelukt, hoor. Ik ben bang dat je hem met level 56 en level 57 Pokémon van één type niet gaat redden. Eens eventjes kijken. Natuurlijk gaan we weer beginnen met Don. Want die gaat natuurlijk Stealth Rock gebruiken als allereerste move. Want dat is vooral heel erg handig tegen de Charizard van Leon straks. I'm ready to beat him. I'm ready to beat Leon. Dat hebben we moeten zeggen. Hier gaan we. Ah, we gaan het stadion in. En met deze Pokémon moeten we het gaan doen. Cinderace, Heatrotom, Colossal, Salazzle, Chandler en Sandiscorch. Met die 6 moeten we Leon gaan zien te verslaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat zijn Hexorus ook nog wel voor problemen gaat zorgen. Want ik weet dus dat hij ook nog een Hexorus heeft. Ja, als hij allemaal grondtype moves gaat gooien, dan wordt het toch echt een heel lastig verhaal, jongens. Oké, ja, we hebben Eternatus dus niet bij ons. Dat is geen vuurtype Pokémon, dus die mochten we niet gebruiken. Als wij wel Eternatus bij ons hadden, dan was dit eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk gevecht. Maar die hebben we niet. Dus, ja, ik ben heel erg benieuwd. Leon doet zijn move. Het gaat beginnen. De battle tegen Champion Leon. Ik ben echt heel erg benieuwd of ik dit ga redden, jongens. Met alleen maar vuur Pokémon dus. Hij begint met de AD Slash. Dat zou niet heel erg moeilijk moeten zijn. Maar ik ga hem natuurlijk niet gelijk aanvallen, omdat ik eerst Stealth Rock ga gebruiken. Hier gaan we. Stealth Rock, oké. Hij gebruikt King's Shield, dus hij gaat eerst een schild neerzetten. En dat is volgens mij helemaal prima, dat maakt niet uit. Ik kan gewoon Stealth Rock gebruiken. Dus volgens mij is het begin prima. Dan, nu, Heat Crash. Ik ben benieuwd. Hij gaat zijn stance veranderen. Ja hoor, hij gaat in de aanvallende modus. Hij zit nu in de Blade Form en hij doet Sacred Sword. Die doet mij behoorlijk wat pijn. Ik ben gelijk voor de health down, jongens. Maar goed, als ik hem gewoon nu kan slopen, hij is natuurlijk ook geraakt door mijn Rocky Helmet. Als ik hem gewoon kan slopen met Heat Crash, dan is er geen probleem. Nice! 1-0 voor mij. Hoppakee, doelpunt. Lekker. Oké. AG Slash is weg. Maar goed, dit was ook niet de moeilijkste natuurlijk. Kijk, nu gaat hij dus voor Hexorus. De enige die daar een super effective move tegen heeft, is Dionne. Die heeft Dragon Pulse. Hexorus is natuurlijk een draaktype Pokémon. En ik heb geen Fairy types in mijn team. En ik heb ook geen ijs in mijn team. Dus ik moet maar hopen dat Dragon Pulse genoeg damage doet. Hexorus is natuurlijk geraakt door mijn Stealth Rock. Ik hoop ook dat ik sneller ben. Ik ben sowieso sneller. Dit is chill. Ik hoop dat ik in ieder geval één klap kan overleven van Hexorus. Dat zou top zijn. Ja, kijk, Earthquake gaat mij heel veel pijn doen. Earthquake is een probleem. Ja, nee, Dionne. Shit, het staat 1-1. Ja, dit is een groot probleem, Hexorus. Ik hoop echt dat hij nu geen Full Restore gaat geven. Ik ga hem proberen te finishen met Shadow Ball. Ja, dat dacht ik al. Een Full Restore. Ik voelde hem al aankomen. Ik had al zo'n voorvermoeden dat hij dat ging doen. Oké. Wat doet Shadow Ball? Oké, Shadow Ball doet genoeg damage. Hoop ik dat ik sneller ben. Oh, nee. Hexorus is sneller dan Thomas. Thomas overleeft het gelukkig wel. Oké. Ja, het staat nu wel 1-1. En mijn Thomas is ook bijna uitgeschakeld. Het staat nu 2-1 voor mij. Maar goed, hij heeft ook al twee Pokémon van mij best wel low. Thomas groeit naar level 65. Dat is chill. Dan nu, Dragapult. Die is Dragon en Ghost. Is wel ook volgens mij heel snel. Misschien kan ik die dan counteren met Bardo. En laten we dit gaan proberen met Bardo, jongens. Met Crunch. Vette Pokémon trouwens. Dragapult. Ja, die heeft ook weer last natuurlijk van de Stealth Rock. Dat is helemaal top. Crunch. Oh, hij is wel sneller. Nee.
Leave me alone. Oké, ik overleef zijn Shadowball redelijk goed. Hij overleeft het ook allemaal net, jongen. Dit is echt balen. Oké, zijn tweede Shadowball ga ik waarschijnlijk ook wel overleven. Dan hebben we de Dragapult ook uitgeschakeld. Maar ja, bijna al mijn Pokémon zijn wel low. Dus dat is op zich wel een probleempie. Dragapult is ook down. Is dit nou zijn derde Pokémon die down is of zijn vierde? Ik weet het niet meer. Ronald gaat in ieder geval ook een leveltje omhoog. En ik heb Ronald en Job nog niet ingezet. Dus die zijn allebei nog full HP. Met wie ga je nu komen? Nu kom je met Inteleon. En voor die Inteleon heb ik natuurlijk een plan. Voor die Inteleon heb ik Job in mijn team gedaan. Op het laatste moment is Wilbo, onze Arcanine, vervangen door Job. Alleen ik ben wel een klein beetje bang dat die Inteleon toch een stukje sneller is dan Job. En dan hebben we misschien alsnog een probleempie. Inteleon, natuurlijk krijgt hij ook weer damage als hij de battle inkomt. Mag ik alsjeblieft sneller zijn met mijn discharge move? Nee, Inteleon is sneller met Snipeshot. En Snipeshot gaat mij kapot maken. Oh, nee. Ja, dit is een groot probleem. Die Snipeshot zou zomaar heel mijn team kunnen slopen, jongens. Oké, ik moet even bouncen. Oké, we gaan omhoog. Hopelijk gebruikt hij Snipeshot. Hij gebruikt Tearful Look. Ik weet niet wat dat is, maar... Oké, let's bounce, Ronald. Let's bounce. Pak hem. Oké, hij doet Mudshot. Nee. Oké, ik overleef Mudshot. Mijn snelheid is nu wel naar beneden. Ah, nu ben ik echt bang dat hij me gaat slopen. Ja hoor. Oh, dit is zo'n goede move van Leon. Dit heeft hij zo goed gedaan. Hij heeft me eerst langzaam gemaakt en daarna maakt hij me helemaal kapot. Ik weet niet wie het snelste is van deze drie. Don in ieder geval niet. Ik moet nu mijn Max Revives gaan inzetten, jongens. Ik heb geen andere keuze. Ik moet mijn Max Revives gaan inzetten. Ik heb er 5, oké. Nou is het maar gewoon te hopen dat Don in ieder geval 1 aanval overleeft. Maar water is natuurlijk 4 keer super effective. Op een gegeven moment zijn zijn snipeshots gewoon op, hè. Dan kan hij die move niet meer gebruiken. Ja, dit is toch balen. Ik moet straks iets gaan doen. Ik moet Don sowieso weer tot leven brengen. Want Don heb ik straks nodig tegen Charizard. Dus ook Don krijgt nu van mij een Max Revive. Dan denk ik dat hij nu... Ja, gaat weer Snipeshot gebruiken. Dit is zijn vierde of zijn vijfde keer dat hij Snipeshot gebruikt. Ik denk zijn vierde keer. Oké, Thomas, go. Ik denk niet dat jij sneller bent. Maar ik ga het toch proberen. Will-O-Wisp. Op hoop van zegen. Nee hoor. Nee. Dit is ook klaar. Die Inteleon, jongen. Ik dacht dat ik daar Job voor in mijn team had gedaan. Maar Inteleon is sneller dan Job, dan Heat Rotom. En dan maakt hij me toch helemaal kapot. Mijn enige hoop is nu alsnog Ronald. Nog een keer Ronald inzetten. Nu heeft hij, als het goed is, zijn snelheid weer terug. Omdat hij dus down is gegaan. Let's go, bounce. Oké, we zijn weer sneller. En ik hoop zo dat ik hem nu kapot maak. Hij gebruikt weer Snipeshot. Hij mist. Ik doe bounce. Ik hoop zo dat ik Inteleon nu kapot heb. Yes! Oké. Ja! Dit is lekker. Hij heeft nog een Mr. Rhyme. Ik dacht dat we alleen nog Charizard moesten fixen. Maar hij heeft ook gewoon nog een Mr. Rhyme. Trouwens jongens, de vraag van de dag. Wie is jouw favoriete Pokémon in mijn team? Nou kan ik die Mr. Rhyme misschien wel in één keer kapot maken. Maar misschien moet ik dat even niet doen. Misschien moet ik Job nog even reviven. Want Charizard is natuurlijk ook een Flying-type Pokémon. Dus op het moment dat ik strakjes dus een Electric-type move kan gebruiken... dan zou ik hem daar ook nog mee kunnen slopen eventueel. Let's go! Nee, ik mis mijn Pyro Ball. Oh, dit is naar. Wat doet Teeter Dance? Die confuse me. Leon, waarom ben je zo goed bezig? En waarom heb je ook wel een klein beetje geluk? Je hebt echt wel geluk dat ik jou mis, jongen. Oké, wil je hem alsjeblieft slopen? Nee hoor, ik ga mezelf weer slaan. Shit zeg. Oh, hij heeft echt alle geluk ook zeg. Freaking Leon. Hou eens op, man. Oké, jongens, ik hoop dat Job sneller is. Als die niet sneller is dan Mr. Rhyme, dan heb ik een probleem. Overheat. Oké, Joppie. Kom op. Laat je gelden. Fix die Mr. Rhyme. Mr. Rhyme is down. Oké. Het is nu 2 Pokémon van mij tegen 1 van Leon. Alleen zou het nog best wel eens een probleempje kunnen worden. Want ik weet dat de Charizard ook een Grass-type move kan. Nou heb ik denk ik wel de 2 goede Pokémon over. Nou ja, ik ga het gewoon met Don proberen. Het is alles of niets, jongens. Alles of niets. Let's freaking go. Zijn Charizard gaat sowieso sneller zijn dan mijn Colossal. Alleen zijn Charizard gaat nu wel veel damage pakken door de Stealth Rock. Die gaat 4 keer damage pakken. Kijk. Hij is al bijna voor de helft down. Als hij mij niet in 1 keer sloopt en ik doe Max Rockfall, dan ga ik dit winnen. Ik heb het gedaan. Ik heb geklikt. Ik ga mijn controle naast me neerleggen. Dit moet het zijn. Dit moet het moment zijn waarop we Pokémon kampioen gaan worden met een Fire-type only team. Hè. Alleen maar vuurtypes in mijn team. Hier komt G-Max Charizard, de ultieme baas. Gaat deze ultieme baas mij ook een ultieme klap geven, waardoor ik down ga? Waardoor ik misschien deze battle alsnog ga verliezen? We gaan het zien. Ik ga in ieder geval ook gewoon Dynamaxen met mijn Colossal. En als ik hem dus die ene klap mag geven, dan kan het haast niet anders dan dat Charizard down gaat. Want hij is al bijna de helft van zijn AP kwijt.
Oké. Charizard mag eerst. Charizard is sneller. Charizard gaat voor Max Rockfall. Dit gaan we overleven. Dit gaan we gewoon overleven. Ja hoor. Ja hoor. We kunnen zelfs nog een Max Rockfall overleven. En de vraag is of Charizard mijn Max Rockfall gaat overleven. Is dit het? Is dit het moment waarop we Liam verslaan met alleen een vuurtype Pokémon team? Ja! Lekker hoor. We hebben het gefixt. Super nice. Maar wat is het nog zwaar geworden, hè? Wat heeft Leon het me moeilijk gemaakt, man? Niet normaal. Met zijn Hexerus, met zijn Inteleon. Vooral die twee waren heel lastig. Maar uiteindelijk hebben we Don nodig gehad. Job nodig gehad. En eigenlijk de rest ook allemaal kaart nodig gehad in dit gevecht. Het is gelukt. Ja, hij is een beetje boos. Maar nu is hij toch ook een beetje blij. Hij gooit zijn pet in de lucht. Hoppakee. Zijn tijd als kampioen is over. Maar wat voor een tijd is het geweest. Dankjewel voor de beste battle die ik ooit heb gehad. En ja hoor. Nu mogen de mensen gaan juichen voor mijn team. Mijn moeder, Hoppie, Leon zelf. Gefeliciteerd, Rick. Dankjewel, Leon. Je hebt de onverslaanbare kampioen nu toch echt verslagen. En je bent echt de toptrainer geworden. Dankjewel. Het vuur staat nog steeds in mijn ogen, hè? Het vuur. Het vuur waarmee ik de spirit aanwakker in mijn team. Kijk, en Hoppie die is toch ook wel enthousiast gelukkig. Ja, BD nog steeds niet. Marnie kijkt ook een beetje zo van... Oké. Zijn niet de twee meest vrolijke characters uit de game. Maar er is een nieuwe legende geboren. Nee man, mijn zes Pokémon zijn de legendes. Don, Ronald, Job, Dionne, Bardo en Thomas en Wilbo. Jij ook, jongen. Jij hebt me ook heel ver gebracht. Jij doet gewoon mee. Eigenlijk heb ik 7 kampioenen. Dat was hem. Maar zoals jullie weten gaat het avontuur nog veel verder. We moeten nog langs alle gyms. We moeten die Shubert en Swordward nog verslaan. En dan natuurlijk Zamazenta ook nog zien te vangen. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer ook zeker even op mijn kanaal. Als je meer Nintendo en Pokémon video's wil zien en wil je mijn live zien gamen, volg me zeker dan ook nog even op twitch.tv/Rickettune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!